afhalen is denk ik echt wel een heel stuk positiever. Doordat het gewoon voor ons gewoon echt een beetje druk van de ketel afhaalt. Natuurlijk moet er wel gekeken worden dat het allemaal veilig gaat en op gepaste afstand. En dat het niet weer ineens zoveel gaat brengen dat daardoor de besmettingen weer omhoog lopen. Want dan zitten we straks weer dicht en dat is ook niet de bedoeling. Het zal niet genoeg zijn, want het is niet te vergelijken met winkelend publiek wat je over de vloer hebt. Maar je kunt in ieder geval ook je klanten weer zien. Bijvoorbeeld, je kunt weer contact hebben. Dat is voor ons echt wel heel belangrijk. En nou, je moet je voorstellen, als je zeg maar normaal open bent, dan lopen winkelend publiek door de stad. Dan lopen er nou ja, rustig 30 tot 50 mensen per dag naar binnen. Maar als je webwinkelbestellingen hebt, heb je er niet 30 of tot 50 tot een dag. Daarnaast moet je het allemaal inpakken. Het is echt veel meer werk. Je hebt meer kosten voor je materialen. En nu moeten we het bezorgen. Dus ik rij overal naartoe, zeg maar, binnen Doetinchem. Ja, je merkt ook wel een klein beetje dat de rek er een beetje uit is. Dus het wordt wel echt wel het zwaarder. Kijk, je had natuurlijk voor de feestdagen willen mensen allemaal cadeautjes geven. En nu heb je natuurlijk ook wel de verjaardagen. Maar je merkt, iedereen is er een beetje klaar mee. Nou nee, we zullen gewoon weer met deurbeleid gaan werken. En op afspraak, mensen kunnen ons gewoon op WhatsApp bereiken.